Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe aflevering van Ronald Speelt Minecraft. Hey jongens, er is zoveel gebeurd sinds de laatste aflevering van Ronald Speelt Minecraft. Ik ga vanaf nu meer Ronald Speelt Minecraft uploaden, want ik wil voordat 1.7 uitkomt, want dan begint Ronald Speelt Minecraft seizoen 2, want daar heb je al die nieuwe biomes en zo. En het is een beetje raar om nog met deze map door te gaan. Dus jongens, ik wil voor 1.7 wil ik een Wither verslaan. Een Ender Dragon. Als het kan, nog een Wither, maar dat zit er denk ik niet in. Dus wij gaan nu, zeg maar, als de video weer gaat bezig met wat netter meuk. We gaan proberen zoveel mogelijk klaar te krijgen voor 1.7. Dus ik zal heel veel Ronald Speelt Minecraft gaan uploaden de komende tijd. Trouwens, binnenkort komt er nog een update over allemaal series en alles. En hoe we het gameplan gaan aanpakken. Dus hou mijn kanaal even in de gaten, jongens. En als de update er al op staat, vergeet hem niet te kijken. Want het is echt heel, heel erg belangrijk dat je hem kijkt. Want het heeft gevolg voor alle series op Shadow Games 23. En ik zeg dit nu omdat dit de meest bekeken serie is van Shadow Games 23. Laat trouwens even achter in de comments, jongens. Gaan jullie allemaal gewoon als Minecraft seizoen 2 volgen? Want het gaat compleet weer van scratch met de nieuwe Minecraft 8.7 verbleef. Als Minecraft 8.7 al uit is en we hebben dit nog niet klaar, gaan we hier eens mee verder en begint Ronald Speelt Minecraft seizoen 2 alvast. Maar ik ga gewoon proberen om zo snel mogelijk dit allemaal klaar te krijgen. Dus verwacht dat jullie ongeveer, nou ja, 1 aflevering van Ronald Speelt Minecraft per dag of 1 keer in de 2 dagen zien. Dus ja. Maar goed, eens even kijken. Ik heb, by the way, dit ding off camera afgemaakt. Want, nou ja, het is een dakje en het is fence post. Het is alleen maar, weet je, off camera werk. En ja, that's it. Ik heb gewoon dit gedaan en niet meer. Dus ik ga, denk ik, dit nu een beetje inrichten vandaag met wat leuke kisten en zo, hooibalen en zo. En dan kunnen wij dit project in ieder geval afnoemen. Eens even kijken. Even een ladder daar en een ladder hier. Kijk eens aan, nu hebben we tenminste een fatsoenlijke trap. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Heel veel fansposts. Moet ik nog fansposts plaatsen? Ik heb veel te veel slaps trouwens, maar dat maakt niet uit. Wacht, ik kan hier nog wel een slapje op doen. Hup. Nou, dat wil niet. Dan moet ik dit maar weghalen. Oké, en dan dit weghalen. Oké, en dan een slap. Kijk, maar dan kreeg je dat leuke effect, zeg maar. Eens even kijken. Oké, zo. En dan kunnen we er nog eventueel wel torches omheen plaatsen. Maar dat hoeft niet per se, want ik kan ook gewoon torches daarop doen. Hup, zo en zo. En zo en zo en zo. Zo, zo. Zo, zo. Zo en zo en zo en zo. En zo en zo. En dan kan ik nog wel dit, of nou, niet dat, maar dit doen zodat het hier ook nog een beetje wordt opgelegd. Wauw, nou al out of torches, geweldig. Eens even kijken, trouwens, ik moet ook even langs de kippenfarm, want ik wil eens even wat kippetjes gaan oogsten voor wat feathers. Eens even kijken, hoe staat het met meneer Knol? Oh, meneer Knol, dat gaat wel goed. Eens even zien, hi meneer Knol, hallo. Waar is jouw leech gebleven? Waar is jouw leech, meneer Knol? Nou, het zal wel. Je loopt toch niet weg, denk ik. Nou, voor de zekerheid zet ik je even in de stallen. Dus even zien zo. Kom maar met de knol. Je gaat even lekker warm daar binnen. Stel dat veel te lang buiten. Paard is waarschijnlijk helemaal ziek. Maar goed, dat maakt niet uit. Even kijken. Zo, jij komt daar niet uit. Dat weet ik zeker. Oké, goed. We hebben wheat nodig. Hebben we wheat hier? We hebben wel wheat. We hebben nog wat string. Daarmee kunnen we die meuk maken. Zadels hebben we hier ook. Oké, dat moet eigenlijk naar boven. Maar ik denk dat ik dat hier beneden laat. We gaan in ieder geval even langs de chicken farm. En we gaan even wheat halen, want het is allemaal heel belangrijk. Eens even kijken, als het goed is, kan ik alweer wat wheat oogsten. En ik ga niet helemaal terug naar huis, alleen maar om wheat te halen. En ik moet sowieso naar de chicken farm voor wat feathers. Dus ja, we gaan gewoon eens even helemaal hammer time hier. We gaan gewoon eens even flink wat klaar krijgen. Eens even kijken, oké, goed. Oh mijn god, het wheat is totaal gewoon niet gegroeid. Oké, wel. Dat ga ik niet oogsten. Ik oogst pas wanneer er een volledige volle oogst is. Even kijken. Kijk, wheat. Seeds, dat hebben we nog bij de chicken farm. Laten we eerst nog even wat hay bales gaan maken. Doe wel even de deur dicht voor mob activiteitjes. Even kijken, zo. Maar goed jongens, laat even achter in de comments. Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie genoten van jullie vakantie? De vakantie is al bijna ten einde. Super jammer natuurlijk. Maar ja, hoe is jullie vakantie gegaan? Nog leuke dingen beleefd? Nog weg geweest? Laat het even achter in de comments. Ik heb daar wel belangstelling in. Trouwens, mijn skin is nu definitief. Het is de Winnie de Pooh met jacket skin. En geweldig. Dus even kijken. Nou ja, ik had sowieso alles al laag gestaan. Dus ik zet dit nog wel even zo neer. Maar ja, ik heb dus de Winnie de Pooh jacket skin. Super episch. Ik noem hem de jacket skin. Want het is een
jacket wat ik aan heb, dus ja. Wat is er trouwens met die boom hier achter mij gebeurd? Nee, die is kennelijk dood. Nou ja, moeten we ook maar omhakken binnenkort. Maar goed, eens even kijken. Armor aan. Shoot up, Winnie de Pooh. En op naar de chicken farm. Eens even kijken. Kippetjes. Klokkie de klokkie de klok klok. Ik heb jullie wel een beetje zitten broeden de laatste tijd. What are you shitting me? Al het seed is op. Waarom? Waarom is al het seed op? Holy shit. Nou, dan moet ik eerst maar weer helemaal naar de wheat farm. Seeds halen. Tijd verspillen. Because that's how we roll. Ik ben een beetje hyperactief omdat ik gewoon weer zin heb om weer bezig te zijn met Ronas met Minecraft. Eens even kijken. Zo. Trouwens jongens, binnenkort komt er ook een aflevering uit waarin ik en misschien nog iemand anders, dat hangt er vanaf, bezig gaan met het diet van de sheep. Misschien ga ik het wel met de Ivo Katsen doen. Who knows. Even kijken. Zo. Eens even zien. Ja. Oké. Okay. Breeding. Holy shit, ik heb veel te weinig cap. Nou ja, zo. Moet maar even zo. Kan ik kennelijk geen kippetjes oogsten vandaag wel. Dat spijt mij heel erg, maar het kan al helemaal niet anders. Eens even kijken. Ik heb wel heel veel meuk bij mij. We gaan even dit afzetten bij de paardenstal. En dan gaan we eens even kijken wat we nog meer gaan doen. Want ik wil bezig in de Nether. Dus misschien kunnen we in de Nether iets van een Fort Upbringing Base gaan bouwen. Moet ik even kijken hoeveel cobblestone ik heb. Want ik wil een gasproof maken. Want daarna cobblestone is gasproof. En hetzelfde geldt voor glass blocks. Ik weet niet of het met glass paints hetzelfde is. Maar ik denk het eerlijk gezegd wel. Want nou, het is glass. Dus wat dat betreft. Ik loop weer veel te ver met mijn hoofd. Oh nee, het is hier om de hoek. Dat is ook zo. Het is hier al. Heb ik deur bij mij? Nee, ik wou dat gaat even opvullen. Nou, doe het gewoon zo. YOLO. Oké, okay, goed zo. Het ziet er weer piek fijn uit. Oh, godverdorie. Ja. Ja, oké, okay, ja, is prima. Oké, okay, goed. Ik vind mijn paardenstal eigenlijk best wel episch. Er moet nog wel heel veel gebeuren en ik wil nog wat extra paarden en zo hebben. Maar dat komt ook allemaal nog wel goed. Dat staat onderaan de lijst. Ik heb een paard en dat is goed. Eens even kijken. Nou, hooibalen neerzetten. Zo. Nou lijkt het tenminste een beetje op een echte hooistal. Er moet nog wel veel meer komen, maar dat zal allemaal wel. Eens even zien. Nog even wat wheat hierin doen. Wat zullen we nog meer erin doen? Ik denk dat dit wel goed is zo. Nou, meneer Knol. Ik ga nu eens even terug naar mijn netterhuis ding. En dan gaan we daar eens even bezig. Eens even kijken. Tam, pam, 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 pam. Ik ben echt wel blij dat ik hier trouwens dit dingetje heb gemaakt. Want nu kan ik gewoon fancy naar boven lopen. Dus even kijken, hoef ik niet langs allemaal dingen te klimmen en alles. Ik heb by the way nog geen netrek gemijnd, jongens. Dat moet nog even gedaan worden. Maar ik kan wel bezig met de inrichting alvast. En ik heb trouwens al wat extra netwerk gevormd, zeg maar. Dus even kijken, ik moet dus echt bezig met wat zand koken en alles. Er moet redelijk veel gedaan worden. Even kijken, oh kijk, ik heb hier glas in zitten. Oh, dat is nice. Even kijken, wat zit hier? Helemaal niks, geweldig. Even kijken, nou gaan we hier even wat meuk van maken. Even kijken, zo, dat is wel genoeg denk ik. Laten we maar wat awkward potions gaan brewen alvast, lijkt mij wel handig. Even kijken, oh wacht, hebben we eerst water nodig natuurlijk. Oké, wel dat vulde maar drie dingetjes, geweldig. Dus even kijken, oké. Okay. Even een nether ward. Dan hebben we alvast wat awkward potions, want nou, potions brewen, dat kunnen we later wel doen, maar... Awkward potions maken, dat is zo saai werk. Eens even zien, hebben we nog een bucket met water? Ik moet eigenlijk een infinite water source maken. Nou, dan gaan we daar ook wel mee bezig. Ik heb nou in ieder geval wat awkward potions waar ik in de volgende aflevering mee bezig kan. Want ik wil wel iets van potions of healing of zo, zoiets. Dat lijkt me wel leuk. Maar goed, eens even kijken. Wat zullen we in deze kamer gaan maken? Hier hebben we mijn potion lab, zeg maar. En, oh wacht eens even, ik zei wel dat ik in mijn huis mijn enchantment lab wil hebben, maar dat is eigenlijk ja, mystiek en magisch. Dus ik wil het eigenlijk wel in een kamer hebben en het lijkt me wel cool om dat op een bepaalde plek te hebben. Alleen ik weet niet echt waar ik dat zou moeten maken, want nou, hierboven is allemaal netherward farm en hier zal wel cool zijn zo. Dus dan kunnen we hier wel misschien bezig gaan met de... enchantment room vandaag, dat lijkt me wel wat. Dan hebben we in ieder geval nog iets te doen, want ik wou misschien verder met het dingetje, alleen ik was weer vergeten om netherrack te mijnen. Dus dat is weer heel slim van Ronald. En Leroy! Oké, okay, goed zo. Eens even zien. Hardcore parkour bitches. Vonden mijn schoenen niet echt fijn, denk ik. Maar ik kon het niet laten. Ik vind echt dat ik een goede job heb gedaan op de paardenstal. Deze slabs moeten nog daar wel op en zo. Er moet nog heel veel gebeuren, jongens, maar dat doe ik allemaal wel off-camera wanneer ik daar tijd en zin voor heb. Dus
Ja, eens even kijken. Vandaag ga ik bezig met de enchantment lab. En ik loop compleet de verkeerde kant op. Want het enchantment lab is... als het goed is... Hier ergens in de buurt. Ja, hier. Want ik heb dat nog bij mijn... ja, Diamond Mineshaft. Daar wil ik ook nog mee aan de gang, jongens. Dat gaat helemaal een branch mine worden en zo. En dat wordt super episch. Helemaal in de details, zeg maar. Van een echte mineshaft. Dus met van die dingen en zo. Zoals een Minecraft mineshaft eruit ziet, zeg maar. Dus even kijken, kom jij maar eens even met mij mee. Oké, nou moeten we al die boeken opnieuw... of de bookshelves moeten allemaal opnieuw. Geweldig, maar ja. Eens even zien, oké. Pam, 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 pam. Ik heb wood zat en anders dan ga ik wel wood mijnen. Dat is ook nog een ding wat ik moet doen. Ik moet met die idiote tree farm aan de gang. Er is zo fucking veel te doen, jongens. Ik denk dat ik maar gewoon vandaag op een recording grind voor Ronald speelt Minecraft ga. Want er moet echt veel te veel gedaan worden. Eens even zien. Pam, 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 pam. Oké. Zo, op, op en wee. Hoe staat het met de potions? Zijn de potions al klaar? Even kijken, potions zijn al klaar, dus die kunnen we daar mooi in laten zitten. Dan kunnen we de volgende aflevering iets leuks mee gaan doen. Dus de volgende aflevering zal ik denk ik potions gaan brouwen of zo. Ik weet het allemaal niet. Het zal allemaal wel eens even zien. Oké, hier komt dat. Dus dan de enchantment table. Hier of? Wel licht nodig, oké. Dat is sterfs natuurlijk wil dat niet. Nou, doe eens zomaar. Eens even kijken. Als ik de enchantment... Oké, als ik hier de boeken plaats. Dan kan ik hier de enchantment... Hier de enchantment table neerzetten. Ja, oké. Prima, dat is goed. Nou moet ik eerst even die dingen maken. Godverdorie, Ronald. Get your shit straight, bro. Eens even zien. Oké, goed. 1, 2, 3. Zo, dit moet wel goed lukken, denk ik. Nou, dat. Ronald, weet je nog wel hoe je boeken moet maken in Minecraft? Of bookshelves, bookcases. Het interesseert me niet hoe je die dingen wil noemen. Oké, goed. Nou, veel te weinig. Nou, zeg maar alsjeblieft dat wij nog wood hebben hier. Ja, dat hebben we wel. Wood genoeg. Zo, dat is wel genoeg, denk ik. Ja, zo. Oké, 1, 2, hup. Goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We hebben niet genoeg. Geweldig. Ronald, waarom doe je dit jezelf toch aan, jongen? We komen gewoon op dat een beetje tekort. Meuk. Zo. Nu hebben we wel genoeg goed voor voorlopen. Dus die tree farm kan even uitgesteld worden. 1, 2, 3. 1, tap, 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 tap. Oké, zo. Halleluja, dat hebben we ook even snel klaargespeeld. Dus even zien naar boven toe. Oké dan. Daar als het goed is. En daar zit wel ruimte tussen, maar dat moet niet zoveel. Daar en daar. En daar en daar. En daar, 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 daar. Oké, goed. Waarom heb ik nog één over? Hoeveel levert dit mij op eigenlijk? Tuurlijk, dat is geen chat. Tuurlijk wel niet. Shuffle. Oh, dat brengt mij te weinig op. Even kijken. Als we nou hier nog zo'n bookshelf plaatsen. Hoeveel levert mij dat er dan op? Oh, dat levert mij wel 30 levels op. Oké, geweldig. Wel, nou, dat ziet er wel episch uit. Ik ga nog wel hier zo nog zo'n ding maken. En dit gaat nog wel helemaal zo rondom trouwens. Maar het lijkt me wel cool. En hier kan ik bijvoorbeeld een chest achter doen of zo. Met enchantment books erin of zo. Weer, dat het gewoon extra ja, episch lijkt. Zeg maar, kan ik hier een deur neer doen of zo. Kan ik er gewoon secret shit storen. Oké, nou, we hebben een enchantment table. Dat is nice. Even kijken, zo wat torches aan de muur. Even kijken, zo. Het moet niet de enchantments belemmeren natuurlijk. Even kijken. Oké, nou, dat is wel goed. Ja, zo prima eigenlijk. We kunnen wel mobs spawnen, denk ik. Dit is donker genoeg voor mobs. Gaan we dat dan oplossen? Daar moet glowstone. No shit, Ronald. We moeten achter glowstone aan. Geweldig. Dat moet echt gebeuren, want daarmee kan ik die vloeren verlichten natuurlijk. Pam, 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 pam. Moet ook nog gebeuren. Dus even kijken. Goed. Wel, wat hebben we allemaal te doen? Ik ga mij denk ik voorbereiden op de expeditie naar de Nether. Dus even kijken. Potions. Ja, dat hebben we. Even kijken. Dan gaan we in de volgende aflevering eerst healing potions maken.
En misschien wat Fire Resistance. Ik denk 1 Healing Potion, 2 Fire Resistance of andersom. Of gaan we überhaupt gewoon nog wat extra potions maken. Dat zien we dan wel. En dan gaan we sowieso in de volgende aflevering. Ik ga weer even de Netherrain. Gaan we misschien wat Glowstone verzamelen. Gaan we misschien iets van een Fort Upgrading Base maken. Dus ik ga zorgen dat ik voor de volgende aflevering helemaal volledig up and running ben. En jongens, dat is een korte aflevering. Ik weet het. Maar we hebben in ieder geval mijn enchantment lab nu klaar daarboven. Grotendeels. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet alsjeblieft niet even om een like achter te laten. Daarmee laat je zien dat je deze serie leuk vindt. En dat je meer runners met Minecraft wilt zien. Abonneer ook nog even. En volg me even op Twitter. @ShadowGames23. Want nou ja, als je mij volgt op Twitter. Dan zie je alle meuk rond runners met Minecraft. En al informatie over de series. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus ja, later mensen.